Wendy. Goedemorgen met Wendy. Wendy, goedemorgen met Wil van Delft van het programma Doodblauw. Hoi. Goedemorgen. Hoe gaat ie? Ja, heel erg goed. Ja? Prima? Ja, ik zit nu lekker buiten in het zonnetje. De reden dat hij erbij uitgenodigd is vanwege de laatste nieuwe single Braziliaanse Nachten. Ja, hij is leuk, hè? Ja. Het is weer een heel andere single geworden, Wendy. Ja, dat klopt. Dat was ook een bewuste keuze. Ik bedoel, iedereen is gewend wat ik doe. En ik heb er best wel heel lang over gedaan dat ik dacht van ik wil iets anders gaan doen. Ik wil een beetje commerciëler. En ik moet zeggen, dat is goed gelukt. Alleen ja, nu in coronatijd natuurlijk, het is wel jammer. Dan hebben we weer toch wel minder optredens en weet ik veel wat hij in ieder geval door kan pakken. Yeah. Maar ik moet wel zeggen, ja, hij wordt heel erg goed ontvangen door zowel jong en oud. Ik draai dus juist zonder jou, dat was jouw eerste single nog steeds. Nog steeds, dan zal hij ook blijven, hè? Zing je dat ooit nog, dat nummer? Ja, eigenlijk niet, want toevallig, ik heb vorige week dan een single presentatie gehad en toen vroeg ook iemand van, hey, zonder jou zing je eigenlijk nooit meer. Nee, ik zing het eigenlijk gewoon niet meer. Nee, maar dat was toen wel eigenlijk voor jou de grote opstap naar naar jouw carrière, wat je tot nu toe gedaan hebt. Ja, dat was natuurlijk mijn debuut. Daarvoor dat was wel af en toe dat je zong op campings en weet ik veel wat. En dat was natuurlijk de eerste single waar ik mee uitkwam. En ik moet wel zeggen, ik vind het nog steeds een mooie single. En ook de tekst vind ik heel erg mooi. Maar ja, hij is niet voor feestjes. Ja. Dat niet. Vind je dan zelf, als je gaat terugkijken naar hetgene wat je vanaf toen tot nu toe uitgebracht hebt. Ik heb een aantal nummers vanmorgen achter elkaar beluisterd. Dat er een ontwikkeling in zit in de positieve zin van het woord. Sowieso, maar dat is denk ik in heel mijn leven. Nee, ik vind het gewoon leuk om gewoon positieve nummers te zingen. Zo, dat. En het laatste is gewoon feest. Het is gewoon, ja, die doet het gewoon goed. Ja. Nee, maar muzikaal betreft, dat je met je stem meer bent gaan doen sinds toen zonder jou. Ja, maar ik denk dat dat sowieso voor iedereen geldt. Ik ben nu 5 jaar bezig en als ik gewoon zie om me heen. En in het begin heb ik het ook al gezegd hoor, van als iemand gaat zingen. Daarom heb ik er ook een hekel aan als iemand één single uitbrengt. En die zegt gewoon van, ja, ik ben zanger of ik ben zangeres of weet ik veel wat. Want zo werkt het gewoon allemaal niet. Dat kunnen we allemaal doen. Ja. En het is gewoon de weg er daarheen. Het duurt gewoon heel lang. Je hebt gewoon, ik ben nu 5 jaar bezig. En dan als ik om me heen kijk, je weet gewoon, je moet zo'n lange adem hebben. Zelfs met 5 jaar red je het gewoon niet. En iedereen heeft de groei. Iedereen die luistert naar zijn eerste single, dat je denkt van, oh, dat had ik wel anders willen doen. Het is nu eigenlijk al mijn singles die ik heb uitgebracht. Als die, er zijn er nog maar een paar die ik op het podium doe, want ik zing niet eens alles meer eigenlijk. En als ik dan, die zing ik nu beter dan dat ze toen ingezongen waren. Die groei heeft iedereen. Dat is ook wel heel erg logisch. Zou het dan niet zo zijn, dan doe je ook iets verkeerds eigenlijk. Ja. Je hebt ook ooit een heel gevoelige ballad uitgebracht, Mijn Kind. Mijn Kind, ja. Dat was een foutje. Nee, dat is gewoon, die tekst is heel erg mooi. En verder met de mensen omheen, ik was naïef. Ja. Wat ik zo zeggen, ik was naïef en dan mensen spreken je aan en dan eigenlijk, dat mijn kind zou eigenlijk een soort kleine jongen worden. Nou, die mensen hebben het niet begrepen, want er werd ook een stukje langzamer. Ja. En het enige wat ik van een nummer verder wil zeggen, ja, het was een hele mooie tekst. Dus nog steeds een mooie tekst, maar verder, daar valt iedereen van in slaap. Ja. Dus dat. Een van de mooie nummers, en die is ook ooit hier de troetelaar geweest van het programma, vind ik persoonlijk voor jou, is Een Vrouwenhart. Een Vrouwenhart? Ja. Een Vrouwenhart is, die is heel mooi. Dat is gewoon een mooi nummer met een mooie tekst. Die heeft ook net een ander deuntje. Het is niet echt helemaal volks. Nee. Nee, maar het is ook niet een nummer, die zing ik ook nooit met optredens. Ook niet. Als ik kijk naar mijn optredens, zijn er echt van mezelf uit wat ik dan nog zing. Dan natuurlijk Braziliaanse Nachten, die heb ik vorige week ook. En 2 weken terug had ik ook een optreden. Heb ik hem 5 keer gedaan. En dan 5 keer in zoverre dat het nu kan. In coronatijd gaat heel de boel op z'n kop. Zeg maar. Maar als ik nu kijk, dan is het gewoon iedere dag. Vergeet mijn naam. En Dan Zul Je Leven. Dan Zul Je Leven, die kan ook overal. Dat zijn eigenlijk de enige 3 nummers die ik nog zing. Ja. Daar buiten van al mijn nummers gewoon helemaal niks.
Nee. Is het dat wat je zelf zojuist ook tussen de regels door zei, dat je het toch moeilijk vindt dat af en toe dat er ontzettend veel concurrentie is op het gebied? Ja, dat is sowieso. Je moet heel erg hard knokken. Dat geldt voor iedereen, denk ik zo. En je komt zomaar niet overal tussen. Al moet ik zeggen, mijn laatste nummer is wel heel erg goed ontvangen. En iedereen kijkt en luistert wel mee. Ja. Maar het is gewoon een aparte wereld wel. Ja. Een mannenwereld. Het zijn heel veel mannen. Bijna geen vrouwen eigenlijk. En dat is ook wel heel... Nou, ik krijg toch ook veel releases van veel dames binnen, hoor. Dat mag ik niet zeggen. Ja, dat weet ik. Maar uiteindelijk die blijven staan, zijn maar weinig vrouwen. Ja, op een of andere manier is het een qua Nederlandstalig dan, hè? Niet Engelstalig of zo, maar qua Nederlandstalig, ook op podiums en zo, zijn maar heel weinig vrouwen. Dan wordt het ook veel makkelijker mannen geboekt. Ja. Ja, de mannen hebben. Ja, de zangers zijn meer in de overheid in het Nederlandstalige gebeuren als de vrouwen. Daar heb je gelijk in. Ja, dat is zo. Wendy, en deze heb je toch wel een presentatie kunnen geven aan deze zinger, maar dan in een bescheiden vorm. Ja, en het was eigenlijk. Ik had eerst al heel lang bedacht dat ik dacht van ik wil iets anders gaan doen en ik wil commercieel. Nou, dat is heel erg goed gelukt. En toen had ik zoiets van, ja, ik kan wel een presentatie gaan geven. Maar ja, met de kleinere kroegen, je kan alleen maar 30 mensen in een kroeg kwijt. Dus je kon niks. Toen had ik zoiets van, nou, er wordt geen presentatie. En toen had ik een week of vier terug, had ik ergens een optreden staan, zeg maar. En dat was ook gewoon in een kroegje met de regels zoals het hoort. En toen was het eigenlijk, het was in één keer dat mijn geluidsman eigenlijk kwam van, hé, hierachter hebben ze een zaal. Dat. Ja. En toen eigenlijk van het ene onderwerp komt het andere onderwerp. En het is best wel een grote zaal, waar ze normaal gesproken gewoon, 175 man of zo kwijt kunnen, weet ik veel wat. En nu was het van, oh, hier kunnen we ook wel een presentatie bij geven. En daar was dan, met de coronaregels, noem maar op, nou, je mag maar 100 mensen kwijt. Ben ik dat gaan doen. En het was eigenlijk gewoon, die datum ging heel erg snel. Gewoon hup, die datum werd gepland. En eigenlijk drie weekenden later had ik die cd-presentatie al. Toen had ik zoiets van, nou, ik ben benieuwd. Het was ook in een dorpje, nog niet eens in mijn eigen Oosterhout. Een beetje afgelegen. Nou ja, het was gewoon helemaal uitverkocht. We hebben nee moeten verkopen. Ja, en ik moet zeggen, het was super gezellig. Ondanks de coronamaatregelen. Want iedereen die zit aan een tafel, op zijn stoel. We hadden ook al, voordat het open ging, handhaving. Dat iedereen ging controleren, weet ik veel wat, noem maar op, allemaal. En het was gewoon uitverkocht en de mensen waren toch op de manier hoe het nu kan. Het was gezellig. Iedereen deed mee. Ja. Het was gewoon een goed geslaagde avond die dan dat ik denk nu van. Want ik wilde hem eigenlijk zelf. Ik dacht van ja, het is voor mij wel iets later gemogen hoor. Maar dat liep zo en nu ben ik er ook blij mee. En helemaal omdat we nu niet gaan weten wat er de komende dagen gaat gebeuren natuurlijk. Omdat alles weer gewoon helemaal kapot gaat verder. Ja. Dus ik heb hem wel nog even in mijn pocket. Maar goed, het is natuurlijk niet alleen voor jou, voor al jouw collega's. Het is gewoon een rot tijd momenteel. Want je kunt weinig, hè? Je kunt heel weinig. Het is gewoon heel moeilijk. Dat is ook de reden waarom ik, en ik denk dat dat voor mede-collega's ook wel zo geldt, dat je gewoon heel erg lang wacht met een single. Want ik bedoel, een nieuwe single uitbrengen, het kost gewoon heel veel geld. Ja. Gewoon dat. En dan je kunt wel uitbrengen, maar je moet er ook iets mee kunnen doen. En het is gewoon... En dat geldt ook, denk ik, voor iedereen die wel echt van het muziekleven houdt. Ja, je wil wel aan de gang blijven. En kijk, net met de eerste coronacrisis, daar heb ik niet stilgezeten. Daar heb ik me eigenlijk wel ingezet, ook voor bejaarden en weet ik voor wat, noem maar op. Dat heb ik precies van, ja, je stemgeluid, je geluid, van je neemt het mee. En dan kun je er gewoon lekker doen. Hè, dan maar geen, je verdient er dan niks aan, maar je maakt wel heel veel mensen heel erg gelukkig. En ik moet zeggen, dat is wel een periode die voor mij zo dankbaar is geweest, dat ik echt denk van, kijk, dit is puur, dit is echt. Weet je, dat draait even niet alleen maar om macht, om roem en om geld, of weet ik veel wat. En helemaal het Nederlandstalig, hè, want je zingt vanuit je hart, je wil iets overbrengen. En dat is toen wel geweest en gedaan. Ja, en nu komt er waarschijnlijk gewoon een tweede crisis aan. Ja, en dan voor heel veel mensen gaat alles kapot. Dat is gewoon zo. Maar ja, ik heb gewoon ziek. Je moet dan toch blijven zoeken en op een bepaalde manier door blijven bewegen. Ja, vooral net zoals bijvoorbeeld dit weekend. Het is weekend, is ook muziekloos. Ja, dit weekend is voor mij ook muziekloos. Maar ik vind het nu even niet erg, want ik ben nu even aan het bijkomen van
de afgelopen weken natuurlijk. Vorige week was die single presentatie. Die single die was net uit. En alles bij elkaar. Dus ik heb nu zoiets van, dan is het wel even. Maar dat geldt ook wel van iedere zanger. Als jij een prestatie hebt weggezet, dan je even die rust nodig hebt. Maar ik heb nu ben ik al wel. Dat was woensdag of donderdag al. Ben ik al gelijk aan het doordenken van, oké, wat ga ik nu weer doen? Ja. Dus dat... Maar ja, dat geldt, dat doe je gewoon, dat wil je ook. Ja. Goed, we gaan dus even voor de luisteraars die meer willen weten of jou, ze kunnen jou vinden op de social media, Wendy. Jazeker, ik ben heel erg actief op Facebook. Ja. Gewoon mijn Wendy de Laat, mijn pagina Wendy de Laat en op Instagram. Ja. Ja. We gaan de zingen draaien. Ik wens jou ondanks alles een heel fijn weekend. Het is een beetje rot weer in Nederland, denk ik, of niet? Het is rot weer, maar toevallig is het juiste momentje. Ik zit hier gewoon, de hemel is gewoon blauw. Ik zit hier in het zonnetje, in de zon. Dus ik heb nu even niks te klagen. Ik moet zeggen dat gisteren erger. Gisteren liep ik echt tussen de heftige regenbuien door. Overal, dat ik echt dacht van, wat voor leven heb ik. Maar nu zit ik te genieten van de zon. Oh, anders duwen we de zon en de warmte hier vanaf de Costa richting jou daar. Ja, je kan beter in de Costa zitten nu. Hey, ik wens op de eerste plaats heel erg bedankt voor het gesprek. Je mag hem zelf aankondigen, de single, Wendy. Daar gaan we starten. Nou, in ieder geval heel erg dankjewel voor het interview. En ik zou zeggen, geniet ook van je weekend. En lieve mensen, hier is mijn nieuwe single, Braziliaanse Nachten. En fijn weekend en groetjes. Doei, tot de volgende keer. Doei. Hoi, hoi, doei. Hoi.